Hey, goedemorgen. Het is vandaag zaterdag. Ik ben even mijn kamer een klein beetje aan het fatsoeneren. En troep maken op de overloop, dus mijn kamer moet even netjes. Even alles in de kasten, zodat dat allemaal niet bestoft raakt. Echt weer volle bak elk weekend aan de gang. Ik ga vandaag de kozijnen afschilderen op de overloop en de muur in de balfik zetten. Wordt dat ineens echt weer wat meer af. En Justin is beneden bezig met dat wandje. Het was een wandje waar uiteindelijk ook schuifdeuren bij komen. En Justin die is nu die naadjes aan het smeren en aan het zorgen dat het behangen kan worden. Wat dus nu het plan is, dat ik dit ga schilderen. Dit ga schilderen. Dit. En die hele muur. Dit hoort zeg maar bij de zolder, dus dat doen we later. Plafonnetje dus. Dit kozijn. Helemaal zo. Alleen aan de buitenkant, aan de binnenkant wordt hij groen. En de deur moet nog geschilderd, maar dat ga ik doen zodra het hierboven allemaal een plekje heeft gekregen. Plintjes moeten van de kant af, want hier komt een nieuwe vloer. De nieuwe vloer boven, veel rustiger. Gewoon echt een hele mooie houten vloer. Het is laminaat. En deze vloer is ook van Stijlfloors. Net als de vloer beneden. En daar zijn we echt bizar blij mee met de vloer beneden. Niet normaal. En hij lijkt een klein beetje op de vloer beneden. Dus dan wordt het een beetje een geheel. Jou heb ik niet gemist. Plintje eraf. Hier komt natuurlijk gewoon weer een nieuw plintje. Maar we willen de vloer iets meer tegen het muurtje. Ik ben benieuwd of ik het nog kan. Het is lang geleden. Het was zo'n periode dat we dit echt gewoon de hele dag deden. Toch maar even inkomen. Hier is even het grondverfje. En ik ga hier dus Mr. MT opsmeren van Lab Paint. Onze hele overloop wordt die kleur. Dit staat nu in de grondverf, zoals je ziet. En dat moet nu even goed drogen. Dan kan ik het gaan aflakken. Dus ik ga nu alvast deze muur en deze muur in de wallfix zetten. Nou, let's go. Dit muurtje. En dat is in principe gewoon grondverf. In de grondverf. Dat vlekt altijd heel erg. Maar zometeen is het helemaal strak als de echte verf eroverheen komt. Nu is het tijd voor een koppie. Het is inmiddels 3:10. En dan ga ik zometeen verder met dat muurtje en het plafond. Nou, Justin to the rescue. Het brandalarm is eraf. Daar kan de nieuwe op. En de lamp is eraf. Alles helemaal ready om morgen in de verf gezet te worden. Ik heb me even opgekalfaterd. Ik heb nog steeds een masker in mijn haar, dat heb ik gisteravond gedaan. En dat zit er nog steeds in, want ik hoef toch nergens heen. En dan kan het lekker intrekken. Geen idee of het überhaupt goed is, maar wat maakt het uit. En ik heb dus dit mega leuke nieuwe setje aan van Refined Department. En oh my god, dit is zo zacht. Het is echt intens. En het staat dus heel leuk. Maar het voelt dus als een joggingpak. En het is een broek en een shirtje. En ik denk dat het ook heel leuk is met een giletje eroverheen. Goedemorgen, het is vandaag zondag. Ik heb zo meteen een filmklusje voor Femwedding. Een uurtje en daarna gaan we weer lekker klussen. Schilderen, dan kan de lamp erop. En dan moeten we dus nog nieuw schakelmateriaal bestellen. En de vloer moet gelegd worden, maar eerst maar eens even het schilderwerk af. Nou, de opnames voor Femwedding ging vanochtend helemaal soepel. En ik heb me nu weer in mijn werkkleding gehezen. Want ik ga de hele overloop in de verf zetten. Nou, en dan hebben we hier onze geweldige verfvoorraad. En op de muur in de op de overloop gaat Mr. MT. En de wallfix zit er nu al op. En nu gaan we voor de wall paint. Dit is dus een hele mooie muisgrijze kleur. Rustig, heel mooi. En ja, het oogt op de overloop gewoon heel fris. En helemaal straks met
een hele mooie warme vloer erbij. Wordt het denk ik een heel mooi vloer. Helemaal op. Hier en daar nog een paar vlekjes die nog niet helemaal droog zijn. Maar het is zo bizar dekkend. Hier ook niet normaal. Het plafond is ook helemaal. Is ook nog een beetje vlekkig, want die is nog niet helemaal droog. En hier wil ik een hele mooie, of twee mooie fotolijsten. Je ziet namelijk nog plekjes waar ooit een gaatje is gezeten. Dat heb ik wel dichtgemaakt, maar toch blijf je het een beetje zien. En hier zou ik heel graag twee lijsten willen met een zwart-wit foto van Jus en mij. Ik vind dus deze houten vogels echt heel erg leuk. En die lijken me dus heel erg leuk op die muur. Nou, ik ben boven hard bezig geweest met Justin hier beneden. Hij heeft hier dit hele wandje bij muur, tegen schuur, tegen kit. Helemaal klaar voor het behang. Hier aan de zijkant moeten we nog de muur schilderen. Want daar zaten allemaal happen stukwerk uit. Daar waren ze niet ver genoeg doorgegaan met het stukken. Komt hier behang en uiteindelijk hele mooie stalen deur. En nu gaan we een begin maken aan de vloer. We vinden deze namelijk echt afgrijselijk. We gaan beginnen hier op de overloop met de vloer eruit halen. Oh. nu krijgen we het. Hier zal ik op schakelen. Nou, je doet maar je best om dat niet te doen. Ja, oh, gaat me verder. Ja, deze. Nou, 5 minuten verder. En de overloop is al kaal. Hoppatee. Moeten we dat houten lagje er ook afslopen dan maar? Ja, alleen dan moet het even voorzichtig gebeuren. Want kijk, hier zit die naad. Oh ja. Dus hij moet niet... Ja, oh, dat gaat wel. Nou, zo snel kan het gaan. We beginnen hier op de overloop en dan gaan we zo die kamer in. En als die kamer dan klaar is, gaan we die kamer in. En als die kamer klaar is, die kamer in. Ja? We moeten eigenlijk deze kamer even helemaal leeg halen, alles even hierin zitten. Maar je wil deze nu ook vloer eruit? Ja, dat moet in één keer door. Oké. Okay. En nu hebben we overal al het isoleer, hoe noem je dit? Ja, ondervloer. De ondervloer gelegd. Super snel al. Kijk je uit dat je niet van die trap zo mietert? Dus? Ja. Kijk eens even, wat een mooie vloer. Deze vloer is dus ook van stijlvloers, net als onze vloer van beneden. En hij komt best wel in de buurt van de vloer van beneden. Gewoon heel rustig. Mooi houten nerf erin. Nou, even een ander beeld. We zitten in de auto. We zijn aangekomen bij onze marktplaatsafspraak. Gelukkig heel dichtbij. Want we gaan kijken bij een piano. We gaan namelijk op pianoles. Ik heb een paar lessen gehad. En toen zei die mevrouw, ja, superleuk. Kom maar terug als je een piano hebt. Want ja, ik kon natuurlijk thuis niet oefenen. En nu we samenwonen en de ruimte hebben, ben ik op zoek gegaan. Is Justin op zoek gegaan naar een hele mooie piano. En ik denk dat we een hele mooie hebben gevonden, dus we gaan er nu kijken. Hey, we zijn weer thuis. En, oh my god, ik heb de piano gekocht. Hij komt dus hier te staan, op dit plekje. Lijkt me echt super mooi. En nu gaan we hem van de week halen. We gaan hem waarschijnlijk door een pianoverhuisbedrijf laten halen en hierheen laten brengen. Verder ben ik nu een pizza aan het maken. Zelfgemaakte pizza. Lekker. En Jus is bezig nog met de vloer boven. Die is even doorgegaan nog. Nou, de pizza was heel lekker. Nu gaan we weer boven door. Voordat de buurkindjes naar bed gaan. Met zagen. En het ziet er al zo mooi uit. Dit kamertje schiet wel lekker op. Nou, er ligt een heel groot gedeelte van de vloer in. Nu gaan we morgen verder. We gaan nu wel even de nieuwe lamp ophangen. De rookmelder. Bam bam. Tada. Hier komt het brandalarm. Echt. Super blij met ons overloopie. Goedemorgen, nieuwe week. Het is vandaag dus maandag. En ik zit in de auto. Voor het geval dat je dat nog niet zag. Ik ga naar Roosendaal. Daar heb ik vandaag opnames voor een project wat in december onthuld wordt. Dik 2 uur rijden. Ik ga de reis aan. Nou, we zijn op een hele spooky locatie. Maar hier gaan we een videoclip opnemen. Waarvoor ga ik nog even rijden. Maar binnenkort
online. Kijk, hier zijn ze nog bezig. Cool. Oké, het lijkt dus dat ik gewoon mag vertellen wat ik hier doe. Ik zit met een hele leuke groep in een Sinterklaaslied. Samen met twee hele leuke bieten. En vandaag nemen wij de videoclip op. En kijk eens even wat een gezelligheid. Jojo, hallo. Nou, supergezellig. Nou, supergezellig. Hey. En daar hebben we Love It. Ja, nou, helemaal gezellig. Ik zal even wat shotjes voor jullie maken. Maar je hebt een half een beeld, toch? Ik doe het een beeld. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. Gisteren dus de clipopnames gehad voor de Sinterklaas song met een hele leuke groep. Ik had alleen de hele dag migraine. Echt al vanaf het moment dat ik naar Roosendaal toe reed, voelde ik me al echt niet goed. En daar heb ik gewoon mijn best gedaan. Maar ik voelde me zo slecht. En de terugweg werd het alleen maar erger. En ik heb er echt bijna 3 uur over gedaan, de terugweg. En oh, het was zo verschrikkelijk. En toen ik thuis kwam, toen stortte ik echt helemaal in. Toen heb ik snel gegeten. Nog even op de bank gelegen, maar dat ging echt niet. Dus toen ben ik naar bed gegaan. En nu ben ik er weer. Nou ja, soort van. Ja, dat is gewoon kloten. Gelukkig ben ik de hele dag thuis. Ik ga editen voor een fanbranding project. Ook voor een Sinterklaasclip. Maar dat heb ik gefilmd achter de schermen. Superleuk. En voor de rest gewoon lekker thuis. Ik ga nog even bij oma op bezoek. Dit is nu de status in huis. Dus ik ga even opruimen eerst. Op het aanrecht. En de status hier. De status hier. Allemaal klusspullen. Het is echt onwijs stoffig. Dus ik ga ook even lekker stofzuigen. En van de week kwam mijn moeder met deze mega lekkere pleat voor op de bank. Hij is zo zacht en zo lekker warm. Echt heel chill. En we passen er met z'n tweetjes onder van de Action, geloof ik. Nou, echt top. Dus zo'n aanrader. En voor de rest is het beneden nog steeds de bank en that's it. We hebben nog steeds geen meubels. Maar als er volgend weekend als het goed is behangen wordt hier beneden, is het hier beneden echt af. En dan gaan we echt actief op zoek naar een salontafel, etcetera, etcetera. Maandag wees ik kijken bij een piano. Ik was helemaal enthousiast. En die meneer was helemaal blij dat ik hem zou willen hebben. En bla bla bla. En goede prijs afgesproken. Dit weekend hoor ik of ik hem mag komen halen of niet. Dus dat wordt nog weer spannend. En dan komt hij hier te staan. Lijkt me echt een fantastische plek ervoor. Nou, alles is weer lekker netjes. Ik heb even gedweild. Zo in de woonkamer als hier. Dus het is weer lekker netjes. Aandacht netjes. Het ruikt helemaal lekker. Ik ga even de stoelen terugzetten. Want die had ik aan de kant geschoven voor het dweilen. En dan ga ik me klaarmaken. En dan ga ik even op bezoek bij oma. Ondertussen ben ik ook al heel hard aan het editen voor de fanbranding opdracht. Want die wil ik vandaag zo goed als af. En dat is echt een bizar grote klus. Nou, ik zit weer in de auto. Ik ben bij mijn oma geweest. Mijn oma voelde zich niet zo lekker de afgelopen dagen. Dus ik ging even kijken bij haar. Maar het ging weer hartstikke goed. Ze was helemaal zichzelf en helemaal blij. En, dus dat lucht heel erg op. Dat ding, want ik moest wat dingetjes halen. Waaronder een kraamcadeautje. Want ik ga van de week op een kraamvisite. Super leuk, super cute ook. Ik zal het zo meteen even laten zien. Dan zou ik zelf ook wel een kind willen met al die baby cadeautjes. Het is gewoon zo schattig allemaal. Nou, ik heb dus dit gekocht. Echt super cute die sloffies. Bij de Hema vandaan. En dit mega schattige mutsje. Super warm ook van binnen. Ik vond het echt heel cute. Wij hebben even boodschappen gedaan. 110 euro achter de wagen. We hadden het nogal ver laten komen met onze voorraad. Zie je helemaal op. Je had mijn telefoon, hè? Ja. Nice. Hey, een hele goede morgen. Het is vandaag woensdag en ik ben al lekker aan het werk geweest. Dus dat deed ik even lekker in bed. Ik moest wat op mijn rijtje zetten. Dus ik dacht, super chill, wekkertje op tijd. Maar dat kan ik lekker gewoon in bed doen. Dus dat heb ik gedaan. Ik ben nu vrij vlotjes bezig met het maken van een ontbijtje. Want ik heb zometeen een fanbranding afspraak. En na die afspraak kom ik er dus nu achter dat ik dat iets wat te krap heb gepland. Moet ik naar het ziekenhuis voor een longfunctietest. Dat heb ik al eerder gedaan voor mijn hoofdpijn. En daar is toen uitgekomen dat ik hele goede longen heb. Maar ze moeten de test afmaken. Dus er moest nog een test gedaan worden en een gesprek met een arts. Dus ik moet meteen door na de afspraak. Dus ja, nou, goed verhaal.
ik ben me dus aan het klaarmaken en ik ga zo meteen eerst leuke beelden schieten bij een fanbranding bedrijf. Ik ontbijt weer lekker standaard met mijn crackertje met hagelslag, want ja, ik hou er gewoon van. Hey, ik zit weer in de auto. Ik ben naar het ziekenhuis geweest ondertussen. Ik had dus een longfunctietest, omdat ze gingen kijken of ik misschien astma zou hebben. Want ook daar kan je natuurlijk heel veel hoofdpijn van krijgen. En eigenlijk was de vorige maand al gebleken dat het niet zo was. Maar ik moest nog een test doen om het uit te sluiten. Maar ik heb echt super goede longen. Dat is wel echt zo. Dat zei ze, dat ik echt hele goede longen heb. Dus de zoektocht gaat verder. Ik ben ook nog bij een andere arts in het ziekenhuis. Waar ik regelmatig nu heen ga voor mijn hoofdpijn. Mag ik over 3 maanden weer heen. En we gaan nu helemaal weer opnieuw zoeken naar waar deze hoofdpijn vandaan komt. Omdat het zo vaak en zo veel en zo intens is. Dus lang verhaal kort. Ging goed. Nu weer onderweg naar huis. Het is de eerste van de maand. Dus ik ga thuis de boekhouding doen. Lekker als dat gedaan is. Ik ga fanbranding klus editen. En dan is het alweer tijd om te koken. En dan komt Justin alweer thuis. Nou, de boekhouding is gedaan. Want is dat toch altijd een heerlijk klusje om af te ronden. Zo chill. Het staat dan echt lekker op mijn to-do list, gewoon elke eerste van de maand. En dan begin je maand zo lekker fris of zo. Ik ben aan het koken. We eten gegrilde groenten met aardappeltjes en een lekker visje. Ik lig hier rondom, heb ik even lekker gekruid. En die gaan zo meteen de pan in. En een gekookt eitje doe ik erbij. En hier ook lekker allemaal groentes. Allemaal lekkere vitamintjes. Dat kunnen we wel gebruiken. Hey, goedemorgen. Het is vandaag donderdag. En ik heb hem helemaal klaargemaakt. Ik heb echt super drukke ochtend erop zitten. En nu heb ik me heel snel aangekleed, gedoucht, gemake-upt. Want ik heb nu een uur om te eten, te lunchen. En ik zeg ook goedemorgen, maar het is al middag. Een uur om te lunchen en daarna meteen 2 afspraken. 1 afspraak voor fanbranding en 1 hele leuke afspraak. Namelijk kraamvisite. En ik heb een echt winters outfitje aan voor het eerst. Leren broek. Deze is van Stradivarius van vorig jaar. Mijn fans heb ik echt nooit aan, maar ik heb ze weer helemaal herontdekt. Vind ze heel leuk. En deze leuke Spencer, die is van My Jewelry, maar ook van vorig jaar. En het leuke blouseje eronder van Refined. Dus helemaal ready voor de dag. Ik ga heel snel lunchen en een opdracht afmaken achter de laptop. En dan naar mijn volgende afspraak. Ik ben inmiddels weer thuis. Ik heb het cadeautje ingepakt, het mutsje en de slofjes. En nu ga ik op kraamvisite. Good morning. Het is 8 uur. Ik ga even keihard werken voordat ik naar een heel leuk event ga van Nelson. En dat event is in een auto. En samen met Larissa ga ik dat doen. Heel leuk. Nou, dat ga ik ook allemaal filmen vanmiddag. Dat zien jullie allemaal. Maar voor die tijd ga ik nog even editen. Voor fanbranding. Als ik dan terugkom van het event, een goede hoek, hoef ik hopelijk niets meer te doen. Justin die is ook wat eerder thuis vandaag, dus dan hoef ik ook niks meer te doen. Nou, lekker verhaal, goed verhaal, lekker kort. Ik ga ontbijten, heel hard werken achter de laptop zodat ik klaar ben en me kan klaarmaken voor het event. Onderweg naar Amsterdam, naar het event van Nelson. Ik heb echt een heel leuk pakje aan van Refined. Die was uit de zomercollectie van afgelopen zomer. Maar ik vind hem met een pantietje en een zwart colletje eigenlijk ook wel heel erg leuk. Nou, 3 kwartier rijden en dan een heel leuk event. En ik geloof dat het event plaatsvindt in een auto. En dat we een rondje gaan rijden, interview heb en helemaal gezellig. Het is zo slecht weer. Ik moet 3 minuutjes lopen, maar dit weer, oh mijn god. Mijn outfit. Ik heb een kort broekje aan. Met pantietje. En een blazer. En dit is dus beide van hetzelfde. Maar ik vind het zo leuk. Nou, ik zit in een hele gezellige auto vol met gezellige meiden. Hier hebben we Esme. Hallo. Yo. En Larissa zit hier. Die is haar schoenen aan het aantrekken. Want we hebben net een rondje gereden. En we hebben echt allebei hele mooie schoenen gekregen. En we gaan nu over de roze loper. Hè? Ja, ja. Hij ligt al uit. Kijk, daar ligt hij. Daar gaat ze. Tadaa. Nu is het tijd voor... Een beetje verregend. Maar ik zit weer in de auto. En ik ga lekker onderweg naar huis. Zo chill. Ze hadden allemaal lekkere snackies voor ons. Ga ik lekker nuttigen in de terugreis. Ik vind dit echt het allerlekkerste van de hele wereld. Buenos
Ach, echt mijn favoriet. Goedemorgen. Het is maar zaterdag en wij gaan op pad met de stichting. Ja, met de stichting, ja. Dat hoor je heel goed. Er zit nog een GP naast. Daarom. Stop. We gaan een dagje naar Utrecht. En tijd voor lunch voordat wij verder gaan met shoppen. Eet smakelijk, meiden. Heerlijk. Ja, wij hebben lekker geluncht en we zijn nu bij de My Jewelry. En ik heb echt heel veel. Ik vind dit jasje heel leuk. Leuke trui. Hele leuke, hoe heet dat? Gilet. En deze broek lijkt me heel leuk. Trui. Ik vind hem helemaal enig. Beetje gek. Helemaal leuk. Ik heb ook een oranje broek, dus daar zou die ook echt prima op kunnen. Heel erg leuk. Oh, en outfit 2. Ik heb mijn eigen blouseje even aan. Maar met dit giletje en deze broek. Hij zit heel mooi. Zelfs bij mijn billen is hij helemaal aangesloten. Helemaal mijn outfit. Zondag. En vandaag hebben we weer een klusdag. Ik heb ook een leuk klusje voor Femrunning straks. Dus ben ik er even 2 uur tussenuit. Maar we gaan vandaag een begin maken aan de kleedkamer. De kast moet uit elkaar verhuisd en weer in elkaar. En dat is echt een mega berenklus. Maar we moeten toch een keer beginnen. De kast staat dus in onze toekomstige slaapkamer. En het is gewoon een joekel van een kast. Hij is dik, 1 meter diep. Oh, 60 centimeter. Diep. En wij kunnen die ruimte natuurlijk veel beter gebruiken voor onze slaapkamer. Aangezien we ruimte zat hebben. Dus deze kast gaan we er helemaal uithalen en gaan we weer opzetten. In de kleedkamer. Nou, een deel van Justin's kleding komt in mijn kast voor nu. En de rest van de kleding ligt boven op zolder. In de kledingkast voor nu. Tijd om de kast uit elkaar te halen. Goed noteren waar alles moet. Want hij komt in principe weer precies zo in elkaar. En hij past als het goed is perfect hier tussenin. En wordt dus ook de kleur van deze kamer. Jus is lekker bezig. Ik ben helemaal aangekleed met mijn geshopte kleren van gisteren, want zo ben ik. Deze mega leuke trui van My Jewelry en dit vet leuke jasje van Tessvie. Ik film bij een Ladies Sunday, 2 uurtjes, dus dat is heel erg leuk. Dus ik ga er vandoor en dan ben ik benieuwd hoe ver Jus is als ik weer thuis kom. We gaan het zien, ik kan hem dus even niet helpen. Niet normaal. Mijn klus liep echt best wel uit. Zelf gedaan, dat was gewoon al echt gezellig. Ik kom nu net thuis. De kast is weg. Dus deze deur kan sinds eeuwen weer helemaal open. Nu snap je ook waarom we overal een nieuwe vloer moeten. Want dit ligt er dus onder. Dit had ik even niet verwacht. Hij heeft hem ook gewoon helemaal opgezet. Samen met een vriend. In het andere kamertje. Onze kleedkamer. Zo blij mee. En in principe was het plan dat hij dezelfde kleur zou worden als de muur. Maar ik vind het eigenlijk ook wel leuk als hij gewoon wit blijft. Oké, en we pakken door de kast die staat dus. Dat heb ik jullie al laten zien, hè. Daar zijn we echt heel blij mee. Ben ik heel blij mee. Heeft dus echt super goed gedaan samen met zijn vriend, zijn Mattie, die hem heeft geholpen. En nu gaan we door met dit raam. We gaan namelijk de raamdecoratie ophangen. Dit is ook in samenwerking met raamdecoratie.com. Echt mega leuk. En dit hebben we al zo lang geleden uitgekozen. En is al zo lang geleden binnengekomen. En nu eindelijk gaan we het ophangen. Aangezien het past precies. Aangezien dit nu onze kleedkamer is, moet er wel iets voor het raam. Anders dan zien ze me morgen hier omkleden. Dat is niet helemaal de bedoeling. Voor dit raam plissé gordijnen. En dat hebben ze, ik denk al 4 maanden geleden hebben ze dat ingemeten hier ook. En ze waren hier, nou, ik denk een kwartier. En toen was alles dus ingemeten. En dit raam krijgt hetzelfde gordijn als het kantoor. Want dan zie je van buiten helemaal dat het 1 is. Dus nou, ik ga jullie zo meteen laten zien als we bezig zijn. Of het allemaal een beetje wil lukken. Kijk, nu zit hij vast. Ja, nu hangt hij ook gewoon. Wat is al handig even goed, hè? Oké, top. En dit moeten we door, hè? Ja, moet ik het doorsnijden? No! Je kan hem ook gewoon in het midden doen, ja, of zo.
heb even snel Justin's kleren weer teruggelegd, hoe ze allemaal lagen. Dat is niet zo heel moeilijk. En in de volgende weekvlog ga ik samen met jullie mijn kledingkast inruimen. Dat leek me wel echt heel leuk om te doen. Ik ga helemaal nieuwe dingen gaan verzinnen waar ik alles het beste neer kan leggen. En zo blij met het gordijn. Echt, het is zo mooi en het was zo simpel om op te hangen. Super chill. En dit krijgen we dus ook in de andere kamer. Dus wat in dit kamertje nog gedaan moet worden is plintjes. En er moet nog een lamp. Maar welke lamp weet ik nog niet. Het lijkt me zo leuk om hier al iets van een poster of zo op te hangen. Dus ik ben al druk op zoek naar iets leuks. Een leuke illustratie of zo. Een leuke poster. Dus we shall see wat ik hier al ga verzinnen. En nu is het tijd voor Boer zoekt vrouw. Klaar met klussen voor vandaag.